랑을. Dit jaar 25 jaar tot het Vijf Landen toernooi bestaat. En we doen het nu voor het 19e jaar hier in Kadierenkeer. Vijf Landen toernooi is eigenlijk een toernooi georganiseerd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg. Het grote verschil is eigenlijk tussen de koppeling van de Vijf Landen. Hierdoor krijg je dus eigenlijk tot een heel gevarieerd publiek van meerdere landen hier naartoe komt. Simpelweg omdat het een soort familie geeft eigenlijk. Zeg maar. Het familiegevoel bij Vijf Landen is altijd heel hoog. Nu gaat het goed. Deze morgen had ik materiaalpech, dus dan was het heel erg. En, ja, mijn oogje, mijn piepje was los, dus ging het niet zo goed. Maar deze namiddag hersteld en echt prima. Heel tof parcours, mooie doelen, ja, en spannend. Ja. Het is een Engelse longbow, dus dat is... We schieten volledig hout, houten pijlen, geen kunstveren, dus natuurveren. Het enige wat is onze koperen punt, maar voor de rest is alles, dus ook de beest, dat is gewoon koord. Dus dat is geen, niks kunststof eraan. Omdat het eigenlijk meer plezier is. Dus die mensen, je hebt een recurveboog, een katrolboog. En als je daar een 1 mee schiet, hier, dan zeggen ze, ja, dat is niet goed. Maar als ik een 1 schiet, zegt iedereen goed geschoold. Dat is het verschil. Ik ben Alex Katsoff, ik ben een scheidsrechter bij de NAB. Onze taak is om te zorgen dat de veiligheid hier naar geleid wordt en de reglement wordt toegepast voor deze fieldwedstrijd. Ik vind het helemaal geweldig. Het is echt leuk. Het zijn tenminste de uitdagendere doelen ten opzichte van de rest van Nederland. Het is meer vlak. Een vijf landen toernooi, dat is tenminste lekker hoog-laag en lekker uitdagend. Op het eind worden dan gekeken wie de meeste punten heeft, wie de meeste ringen geschoten heeft. Die wint dan inderdaad zeg maar, binnen zijn categorie en binnen zijn boogklasse de prijs. Het toernooi is super. Weather is super. The course is fine, very fine, yeah. Lot of difficult up, downs. Nice, very nice. I'll be there next year as well.